Jarenlang was Roel postbode. Dit keer komt hij geen dingen brengen, maar halen. Oh, dat is P&D. En alles wat Roel haalt, stinkt. Restafval. Het project is een idee van buurtbewoners in Waalre. De gemeente pakte het op en bindt nu de strijd aan tegen de stank. Nou, het zijn wel allemaal dingen die je liever niet lang in of om het huis hebt. Dus het zijn wel de spullen die we graag zo snel mogelijk ophalen met een luchtje eraan. Maar als het 3 dagen staat, dan is er nog niet zo'n groot stinkprobleem. 1 keer in de 2 weken werd het vuil opgehaald. Roel komt nu 2 keer in de week met een speciale fiets. Oh, daar staan weer zakken. Die fiets is nergens anders te zien. Die is een Nucia. Die hebben wij moeten ontwikkelen. De fiets zelf komt uit Duitsland. Maar alles wat erop zit, hebben wij samen met VDL en Baatse en ons bureau ontwikkeld. En is allemaal gesteund door Provincie Noord-Brabant. Roel is in zijn nopjes met zijn nieuwe baan. Nou, het is gewoon heel goed. Het is heel goed voor het milieu. Afval scheiden is gewoon geweldig. Dus het komt allemaal goed. Ik ben zelf heel positief. En ik hoop dat de inwoners daar ook zijn. De PMD. En de stinkluiers? Ah, ik ben die geur wel gewend. Ik heb toch 2 kinderen, dus ik vind dat wel gezond ruiken. De proef met de afvalfiets duurt 9 maanden.